We zijn hier in het Van der Valk Hotel Vianen en iedere maandag nemen wij hier de Formule 1 podcast op van Racing News 365. En naast veel discussies, voorspellingen, gesprekken en een hoop gelach worden er af en toe ook hele domme weddenschappen gesloten. Kun je nog één keer raden, Tom, hoe het ook weer zat met die tattoo? Als de Ferrari's op het podium komen, ja, dan laat ik inderdaad een Ferrari-logo op mijn rechterbeeld zetten. Is dat één Ferrari of zijn dat twee Ferrari's? Jongens, onmogelijk. Houd toch op met die onzin. Ja, Oké, dus één Ferrari is al genoeg. Nou, Tom is onderweg hier naar het hotel om wat hij denkt een podcast op te nemen. Wat hij niet weet is dat ik Matthew heb meegenomen. En Matthew, waar werk jij? Ik werk in Black Sword Tattoo Parlor Apeldoorn. Dat is mijn shop. Ja. En nou ja, Tom heeft dus een weddenschap gesloten. Heeft hij verloren. Hij krijgt een tatoeage, het Ferrari-logo, op zijn rechterbil. Even puur interesse. Wat zijn nou de drie pijnlijkste plekken om een tatoeage neer te zetten? Nou, het verschilt per persoon. Dat is één. Maar ik denk dat de ribben, ellebogen en de bil... Ja, dat zijn wel echt pijnlijke plekken eigenlijk. Nou goed, ja, Tom, je moet eraan geloven. We gaan even op hem wachten en we gaan kijken hoe hij gaat reageren. Hij heeft geen idee. Oké. Okay. Ja, jongen. Ik krijg een microfoon onder mijn naam, Rob. Dus ik ga je zo verbellen. Jo, dat was Rob Campus. Rob Campus? Ja, ga je weer theater in? Nou, hij is een beetje grieperig, een beetje ziek. Dus. Dat is niet mooi. Nou, we zijn hier wel voor jou. Ja. Ik wil eigenlijk je aan voorstaan aan een vriend van me. Ja. Dit is Matthew. En, Matthew. Ja, je mag vertellen waar je werkt. Nou ja, ik heb een tattoo shop in Apeldoorn, Black Sword Tattoo Parlor. Nou, helemaal goed. Ja, hè? Nou, gaan we hem inlossen. We hebben speciaal een hotelkamer voor je ingericht, dus het gaat vandaag gebeuren. Nou, ik zeg why not? Belofte maakt schuld. Ja, heel tof. Ja. Ja, voeg het toch daar bij woord, hè? Natuurlijk. Ja. Nou, top. Gaan we doen. Ja. Lekker wel. Pijn. Doet het pijn. Nou ja, gewoon eerlijk aangeven als het niet gaat. Eerlijk zeggen. Okay. Maar het zou reus meevallen voor de rest, hoor. Maar ik wil wel dat je gewoon eerlijk bent en alles eerlijk aangeven. Ben je er klaar voor? Nee. Oké. Okay. Succes, wel. Tom. Komt-ie. Of moet ik dan zeggen, komt ie. Oh, fuck, dat voel je echt wel. Bloedt dat dan ook? Beetje pijnlijk. Voel je je? Ze komt besodemieterd. Wat jij mag doen is om te even op het randje gaan zitten. Dat je even je bloed laat stromen. Voordat je omvalt. Je moet een foto? Nou, het kan niet om, hoor. Nee, maar we willen meestal op het bloed stijgen. Hè? Nou, ik moet zeggen, is er wat? Het is super, ja. Is er niets mis mee?